dobře, dobře. Marien, hoe kom ik langs die rij? Gewoon rijden. Gasgrippen. Ja, maar dat weet ik niet. Ja, ik zie iets anders dan daar, hè? 50 meter flauw naar de rechts afslaan. Ja, je ziet die militaire die wil kieken, of niet? Oh nee, ik kan dat denk ik wel langs. It's not military. Yeah. It's something like military, but it's... Ja, yeah, it's not official. Yeah, it's not... Not an official? Not official military. Okay. Oké, dat... Ja? Hier krijgen jullie een papiertje en dan gaan ze kenteken noteren. Ja. Nou, zullen we maar een beetje nog inregelen. Nou, dit wordt steeds moderner. Ja, maar dat is allemaal met het verleden keer moesten wij daar langs. Ja, klopt. Maar toen waren ze dit aan het verbouwen. Oké. Добрый день. Добрый день. 6. En hier doen we het ook, hè, jongens? Ja, toch? Ja. Hij zei rechts langs. Ja. Je tolt. Ja, zie je. Rij 68 kilometer. Nee, 68 kilometer. Ja, oké. Okay. Ja, wat doen we nou, jongens? Wachten. Even kijken. Hij ja, kijkt naar je. Ja. Zo. Ja. Ik weet ook niet wat je wil. Nee, ik ook niet. Ik zie het zelf. Hier, je hebt de brieven erbij. Dit moet je met de papier. Ja. Dobre den. Кто говорит на украинском? Я. Что це вам не показывают? Це вони показують документи запрошення в Україну. Так. Що ще треба давати? Паспорти? Мені нічого не потрібно давати. Ви скажіть мені, це червоний хрест, гуманітарна допомога, так? Так. Ну і що, воно дає право безперешкодного або без позачергового пропуску через державний кордон? Скажіть, будь ласка. Не знаю. Ну ви ж заїхали, ви змінили смугу руху. Заїхали на автобусну смугу руху. Значить, ви знаєте, так, законодавство, технологічну схему, допустимо, так чи ні? Ні. Ну, то чого ви заїжджаєте без дозволу? А? А куди як треба було заїжджати? Є загальна смуга руху, зелений, червоний коридор, вон там знаходиться, автобусний коридор. Що ви везете з собою, що там є? Там тільки спортивний інвентар і одяг. Ну, мені здається, вам на червоний коридор треба їхати, показуватися. Значить, давайте, будь ласка, тоді зробимо наступним чином. Зараз заїжджаєте до Polo Volkswagen, так? Бачите? І там стоїте, митниця приймає рішення по вас. Якщо в них немає жодних якихось підстав, значить ви собі свободно проїжджаєте. Якщо якісь є питання, то розвертаєтесь, переїдете на червоний коридор. А там в два рази менше машин ви могли би з товаром або там з гуманітарною допомогою краще туди поїхати. Ага. І все. Давайте, будь ласка, під'їжджайте. So you go to this Volkswagen Polo? No. And we are standing here and they will say for us if we go by this or we'll go by red corridor because he've told if you've got red cross it doesn't mean that you can go
from one to the second and so on, because the law in Ukraine doesn't tells you that. We wait. Yeah. Give a document to the car. Document to the car. You need to go to the red one. So red corridor, okay? Yes, okay. Yeah. Now would I must wait or? No, you need to. Here? I don't know where. Yeah. Ah, the Ja, ze zijn van dat hij daar kan draaien en dat hij dan die kant op kan rijden. Maar Peter gaat achteruit. Oh. En daar zijn ze om te lachen ook. Ja? Ja. Nou, dat is ook wel. Ja. Dan wil je vragen maar hoe draaien. Ja, daar zo. Wij moeten daar hier. Naar die kant. Andere kant van het hek, ja. Ja, maar hoe lang moet ik wel hier terug? Dat weet ik niet. Ja, is een heel eindje wel. Je moet een eentje terug, hè? Een heel eind. Ja, een heel eind. Oh. Maar daar draai en dan, als je daar draait. Ja, en dan kun je rechtuit die kant op. Oké. Okay. Ik ben nu daar aan bezig. Ja, ik ook wel, hè. Zoek je plekje naar de andere kant. Je ziet echt precies welke auto's Oekraïens zijn en welke Duits zijn. Ja, je kan baken er wel een beetje van, maar die kant is een beetje moeilijker. Ja, moet je maar opletten. Maar hoezo, dat heb ik hier moeten doen. Ja, maar je moet al eerst door de paspoortcontrole. Niet de knop te drukken. Jongens. Ah, ik kom dichterbij. Ja, maar je bent er nog niet. En dan moet je weer achteraan sluiten naar die reet. Maakt niet goed. Ik wil zien de lachen. Ja. Ja, je moet nou zo op. Ja. Ik verwacht ook niet dat we er in 10 minuten overheen gaan. Nou, nee. Het is groen. Waarom rijdt ze nog niet door? Ja, maar die is ook groen. Ja, maar je moet misschien draaien of toch even. Je hebt eerst daar een paspoortcontrole. Ik had ze verteld al lang.
Nee, dat was pas haar. Ja, ja, ja. Dan krijg je nog een nieuw briefje. Ah. Pippa. Die oude moet aan de kant. Zie je dat? Helemaal naar achteren. Moet je naar achteren? Nee, ben niet. Oh. Nee, nee. Hey. She tells them to, I think, to wait the two of them to go. Oké. Okay. Okay. Ja, nou nee, maar weet je, ik doe net als ik gek ben. Ben je dat ook? Dat vind ik niet leuk. Maar wat, why don't have we have a new ticket? Do you know? Because first he gave us ticket, here is written, to go to a green corridor. Okay, but yes. Now to a red corridor. Okay. Ah, okay. En ook door heeft. Ja, misschien wel, misschien slaapt hij. Net zoals de vis in de vijver. Nee, joh. Ja, hij ademt. Ja, Jan bleef voorstel. Ja. Ja. Je moet wachten, jij neemt het aan. Zeg je? Ik neem maar dat je moet wachten. Ja. Maar hij moet gewoon worden, hè? Ik weet het niet. Ja, je wordt nou ook gewoon zo. Oké. Okay. Nee, staat hier als gewoon een groen lampje. Ja. Anders sta je met je tweeën op die brug. Ja, nou, dan weer geen dubbel zo slaan. Ja, niet meer, dan krijg je weer ellende en dan moet wij weer wachten. Gelukkig hebben we Maarten. Nou, die mag verder. De birth and here. Oh, ja, daar is ze wel. Netherlands. Yes. Yeah. This is new. This is new? This is more new, yes. Oh, even. Ik heb één keertje gezien. Ja, maar weet je, het is nooit gebeurd. Oh. Dus zo voor de rijken, dan zijn we een klein beetje. Nou weer geboren. Dus. Met te zwaaien hoor, over Berlijn. Ja, gewoon maar scheet laten. Altijd afgevallen, weet je, hebben zelfs niet veel. Maar de red corridor, dat is natuurlijk wel goed, hè? Red, red. Nee, maar dat geeft aan dat je meer dingen hebt natuurlijk, ja. Hè? Dat is wel moeilijk binnen en dat je veel langer. For 5 years. Yes. For 10 years. Okay. We only have got 5 years. Because in the Netherlands, the government, if you buy one in 10 years, or two in 10 years, they get more money. That's the idea. Serieus? Ja. Ja, ze zeggen dus dat je ticket te veel verandert. Loop jij erin in, Maarten? Met spul? Oh, ik wou het wel. Hoe ben je nou gewoon? Ja, ik denk het wel. En zo niet dan niet. Ja, dan rijden we weer terug. Ja, dan kijk ze weer heel goed. Dan ben je wel gewend, hè? Oh, yes, okay. You understand? Yes. Ukrainian? Yes. Can you come up? Yeah. Everybody? No. Oh, okay. Only. Okay. Oh, are you criminal? Criminal, yeah. A bit. Oh. It's a bit criminal, okay. Fuck, helemaal gewoon. Waar is dit document? Documentje. Ja. Ik weet niet of het gemakkelijker is uit een Oekraïne bij je hebt. Okay.